Het is maandagochtend. Een nieuwe week Dream School gaat van start. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Erik en Lucia zijn benieuwd hoe ze het weekend doorgekomen zijn. Laten we eens even naar de ogen kijken, mannen. Nou, dat zou ik me niet doen. En hoe is het met Davy? Nou, niet goed. Hoe is het met de oogjes? Klein. Ik heb weinig slapen van de weekend. En wanneer heb je gedronken? Gisteren. En hoeveel? Nou, een beetje te. Een beetje te? Een beetje te veel. En wat is te veel? Nou, ik denk... Ik denk acht cocktails of zo. Dat is een beetje het handgelopen. Ja, ik heb het hele weekend eigenlijk volle bak gewerkt. Ik heb 2 dagen tijd 24 uur gewerkt. Nou, dan met die week Dream School erbij, ik was helemaal kapot. Nou, ik hecht heel veel waarde aan mijn vrienden. Dus ik wou ook even mijn vrienden zien. Nou, en toen kon ik de verleiding niet aan. Ik ben van de drugs afgebleven en vind ik belangrijker dan alcohol nog. Zo, en hoe is het na het weekend met jullie? Goed, beetje goed. Beetje moe. Fijn dat jullie er zijn. Ja. Hebben ze zin in? Nee. Nee? Oh. Ik had niet meer in mijn bed gelegen. Wat doe je? Moe. Moe? Goed zo. Ja, voel maar. Je bent er wel. Ja. Een beetje een dode sfeer of zo. Hè? Een beetje een dode sfeer. Nou, ja, beetje wel een beetje hangover. Dat. Ja. En nu braak allemaal. Ja. Degenen die er zijn, hebben geen zin. Maar er zijn er ook 5 die niet eens zijn opkomen dagen. Ik ga maar wat leerlingen bellen dan. Ja, succes. Hè? Je bent wel even bezig. Jij. Ja, dankjewel. De leerlingen balen ook van deze lage opkomst na het weekend. Nou jongens, de 11e is er. Yes. Ja. Ja, Jonda. Hé, Jonda. Die is ziek. Jonda is ziek. Heb je de appgroep niet gelezen? Anouk ook. Nee, ik snap eigenlijk niet dat mensen te laat kunnen komen. Ja, ik snap het wel. Ik snap het eigenlijk niet. Ik heb gewoon een planning. Kijk, zo lang vertrek ik met trein. Zo lang moet ik er zijn. Wat kan er misgaan? Veel, blijkbaar. Ja. Ik zou ook al. Ik kan er niks aan doen. Jammer. Dag dat ze niet komt al. Tweede pas? Of derde? Tweede pas. Ja. Nou ja, Demi is ook 9 van de 10 keer te laat. Jongens, gaan jullie mee? Ja. Ja. We zijn maar met z'n 6'en. Ja. Best triest eigenlijk. Wat vind je daarvan? Best triest. Ja, hè? Sommige mensen zijn over de derde dag of zo niet. Ja, ja. Kun je dat gewoon niet meedoen. Ja. Dat is wat ik dacht. Spreek uw bericht in na de toon. Hey Anouk, goedemorgen. Erik van hetzelfde Dream School. Caitlin, goedemorgen. Erik van hetzelfde Dream School. We missen je. Ik vind het te gek voor woorden dat wanneer je opgeeft voor dit programma en zo'n kans krijgt met al die unieke docenten, dat je gewoon wegblijft. Dat je uit contract treedt. Dat we alle bullshit... redenen die ik altijd hoor in het onderwijs, hè, dat je die nog steeds aandraagt, alsof Lucia en ik uit de ei komen, hè. We hebben je echt wel door. En het begint me ook wel eens wat te storen dat je zo met Dream School omgaat. Beperkt aantal plaatsen, heel veel aanmeldingen, jij krijgt die kans en dan speel je ermee. Hey, Jonda, goedemorgen. Erik van hetzelfde Dream School. Hoi. Hoe is het met jou? Nou, het gaat niet zo heel lekker vandaag. Ik begon gisteren heel erg keelpijn te krijgen. En toen zat ik in de trein, toen kreeg ik ook van die koortsrillingen, zeg maar. Dat je het heel koud hebt, maar het eigenlijk helemaal niet koud is. Oké, klinkt beheersbaar. Keelpijn en een beetje koorts. Ik wil het heel graag wel proberen. Daarom zeggen we van, we missen je en kom gewoon lekker naar school. Hey Demi, goedemorgen. Erik van hetzelfde Dream School. Hi. Hoe is het? Nou... niet echt goed. Dus de dokter zei dat het een soort van virus is wat ik heb. En... Oké. Ja. En wat voor soort virus? Dat zei hij niet echt precies, maar er heerst hier ook wat bij ons in het dorp. Dorpvirus. En heb je enig idee wanneer dit voorbij is, dit virus? Nee. Appje. Demi. Het gaat me echt niet lukken vandaag. Ik ben echt heel erg misselijk. Een kotsende smiley of zoiets. Ik kom morgen. Anouk, Caitlin en Jasper zijn niet te bereiken. Jonda komt hopelijk nog en Demi besluit toch nog even uit te zieken. De 6 die er wel zijn, moeten vandaag de kar trekken. Nou, dat is hier ook weer lekker opgeruimd. Hier, Maner, Davy, Jasper en Julian. We zijn vandaag de schoolmakers. Ja, maar Jasper is er niet. Hoezo niet? Weet niet. Kast, wat de fuck is de verschil? Ah, god, wat is die avocado? Raak dat nou niet aan. Hou op. Hou op. Jij stond vrijdag op het corvée. Ja. Kijk eens wat hier allemaal staat nog. Er zit gewoon schimmel op die avocado. Welke avocado? Ja, nou, dit was avocado, maar nu is het chocoladevla. Wij staan vandaag op het corvée. Ik zou het wel fijn vinden als jullie je spullen van vrijdag nog even opruimen, zodat wij met een schone lei kunnen beginnen. Gelukkig komt er versterking. Hey, Jappie. Hey. Dan vind ik het op zich prima. Dat is toch op tijd? Ja, hij is op tijd. Ik heb mijn best gedaan, man. Lekker, man. Strijder. Mijn ploegie. Het scheelt wel afwas vandaag, lekker. Het scheelt afwas. Ja. Is het jouw beurt? Ja, gast, ga daar maar eens in de keuken kijken. Wat er allemaal vrijdag is laten staan door Aram en Jon. Ga je mond, man. De avocado, de guacamole, die was goed. Dat is een probleem, want dat was van vrijdag. Ja, dat mag, maar Jon daar is er niet. Dus dan mag, iemand mag vandaag even Aram bij helpen. Dan zou ik Aram even helpen. Ja, laat de buitenlander elke dag afwassen. Je moest even de buitenlanderkaart gebruiken. Ja, dat is altijd makkelijk. En bij mij is het zeker omdat ik dik ben. Het eerste lesuur op de maandagochtend is niet makkelijk. Gastdocente Zaïre Krieger durft deze uitdaging aan. Ik vind het heel moeilijk om in te schatten wat ik kan verwachten vandaag. Omdat ik ze nooit ontmoet heb. Ik geef meestal les aan klassen waar mensen zich aanmelden om er te zijn. En deze kids hebben dat niet. Dus ik weet niet hoe het gaat vallen, maar we gaan het toch gewoon doen. Dat is nu mijn motto. Ik ga het gewoon doen hoe het ook valt. Zaïre is afgestudeerd in internationaal recht. Ze is journalist en strijdt met woorden voor een betere, inclusievere wereld. Al onze cultuur is verbasterd voor de views. Want ze wilden onze rhythm, maar niet onze blue. Binnen het literaire genre Spoken Word won ze in 2019 de Spoken Award. Het kan altijd beter. Je kan de nacht doorhalen tot in de puntjes strepen en elk woord bezinnen. Om er de nacht ervoor achter te komen dat je toch echt eerder had moeten beginnen. Je hebt alleen jezelf te verwijten wanneer je de hele dag kan slijten met alleen Netflix op je netvlies en spijt in je lijf. Toen Zaïre die les begon, toen dacht ik, oh shit, wat de fuck krijgen we nou weer voor zweverige les, dacht ik eerst. Als je in de rats wil zitten, onder druk wil dippen, weet dan dat ik je nooit meer zal geven dan wat je aan kan. Het kan altijd beter. Dus waarom kruip je nog? Als je vliegen kan. Ik vond het keihard wat ze zei. En de manier waarop ze het bracht, dan weet je ook van... weet je, dit is niet even 2 dagen geoefend en ze gooit het eruit. Nee, ze weet wat ze doet. Ze weet wat ze zegt. En dat laat ze merken op de manier hoe ze het brengt. Dus dan weet je ook van, de dingen die ze zegt, dat is geen bullshit. Wat hebben we zojuist gehoord? Heel veel. Een gesproken dichtvorm die eigenlijk komt uit de zwarte traditie, die opgekomen is met hip-hop. Die is ritmisch, heel veel cadans gebruiken, we gebruiken stijlfiguren, we rijmen soms, soms niet. En dat ga ik lesgeven vandaag, gesproken woord. Wat heb je eruit meegenomen? Ik moet nog een beetje wakker worden. Dus, het klonk wel lijp, maar ik heb het niet echt op me genomen. Oké. Nou, we gaan spoken word doen vandaag. Weet iemand wat het is? Julian, weet jij wat spoken word is? Ja, niet echt. Niet echt, oké. Ik kan jullie van alles vertellen over mijn leven. Van angstaanvallen tot drugsgebruik tot whatever. Maar de kern van mijn verhaal vandaag is dat al die verhalen er mogen zijn en een plek mochten krijgen in mijn spoken word. Ik ga een timer zetten van 3 minuten. En dan wil ik dat jullie een thema gaan bedenken voor jullie spoken word stuk. Eigenlijk hebben jullie allemaal al een thema in je hoofd, in je hart. En vaak ben je er een klein beetje bang voor. En als je er bang voor bent, dan moet je erover schrijven. Ik zou echt overleggen. Ik heb geen flauw idee wat ik moet opschrijven. Wat voel je nu? Weet ik veel. Ik ben altijd bang dat ik iets niet goed genoeg doe. En daardoor doe ik het dan maar helemaal niet. Dat kan een thema zijn. Erachter komen wat je voelt. Toch? Ja, maar dat is veel te breed. Dat vind ik veel te onduidelijk. Om ermee om te gaan, ga ik het of weglachen of ik raak heel erg geïrriteerd en stoot mensen dan af.